Gewicht verliezen of op gewicht blijven. Voor velen van ons niet zo evident. En hoe komt het nu eigenlijk dat je gewicht verliest of juist toeneemt in gewicht? In je lichaam zit er een soort van interne energiebalans. Dat is eigenlijk een grote weegschaal waarbij je aan de ene kant van de weegschaal alles hebt aan energie wat er binnenkomt in je lichaam. En dat kan je uitdrukken in calorieën. Bijvoorbeeld als je een boterham eet, dan zullen dat x aantal calorieën zijn. Maar ook alle dranken die je drinkt en alle andere dingen die je eet, zitten aan die kant van de weegschaal. Aan de andere kant van de weegschaal heb je alle dingen die energie verbruiken. En alles verbruikt wel een beetje energie. Ook wanneer je zit of een boek leest of zelfs slaapt, verbruik je een beetje energie. Maar je verbruikt natuurlijk het meeste energie wanneer je actieve dingen doet en je spieren laat werken. Die balans, wanneer die in evenwicht is elke dag, dan zal je gewicht op hetzelfde peil blijven. Als de balans overhelt naar de ene kant, naar de energieinnamekant, dan zal je een beetje toename in gewicht zien. En wanneer je balans overhelt naar de andere kant, dan zal je een daling in je gewicht zien. Wanneer de balans natuurlijk overhelt naar de ene kant voor een langere periode, dan zal je een grotere gewichtstoename of een grotere gewichtsafname zien. Kunnen we die balans nu zelf beïnvloeden? Jazeker, de innamekant, dat is niet echt de focus van dit kanaal, maar je kan zelf bepalen wat je wel en niet eet. Maar de andere kant van de balans, de kant waar je verbruikt, daar heb je wel degelijk een invloed op. Niet alleen door te bewegen, maar ook op de momenten dat je niet aan het bewegen bent, zal je meer energie verbruiken als je spieren groter en sterker zijn, want ook in rust verbruiken zij dan meer energie. We gaan vandaag meteen starten met de workout. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we. En de workout van vandaag is er eentje voor de buikspieren. We gaan alle oefeningen vandaag op een stoel doen. Dus ga maar zitten op je stoel. Buikspieren sterk houden, heel belangrijk. Je mag de knieën heffen. Ja. Rustig aan de knieën heffen. Heel goed. Buikspieren hebben ook een grote invloed op rugklachten. Dus belangrijk dat we die toch regelmatig wat extra aandacht geven. Heel goed. Voor we starten, 2 oefeningen om even wat warm te maken. En daarna gaan we 5 oefeningen doen, specifiek voor de buikspieren. Die we dan telkens nog 1 gaan herhalen. Ja, op 3, 2, 1. En rust, zit mooi rechtop. En dan gaan we vanuit die positie de rond naar voren brengen. Ja, en terug rechtop komen. Doe dat rustig aan je eigen tempo. Naar voren. Ga zo ver als dat je zelf kan. Ja, mooi recht op die rug. Ja, goed. En als je recht komt, mag je je buik een beetje intrekken. Je navel naar je rug toe trekken. En dan weer naar voren. En rustig aan. Dit doen we nog 5 keer. Nog 5. Nog 4. Nog 3. 2, je bent super goed bezig. Je rug wordt al een beetje warm. En dit is de laatste. Oké, dan schuif je nou een beetje naar voren op je stoel. Dat je echt op het puntje zit. Dan gaan we hier de armen kruisen voor de borst. De rug laten zakken tegen de leuning. Goed, omhoog komen. En dan gaan we zakken naar de stoel. Maar we gaan de stoel proberen om hem niet te raken. Heel goed. Je doet het super. Als je de stoel moet raken, dan mag je dat doen. Ja. Heel goed. Kom aan. Heel goed, kom aan. Hou het vol. Nog 5. Doe het gerust aan je eigen tempo. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En dan mag je tegen de stoel gaan. En dan gaan we hier onze 2 handen, ja, die breng je omhoog. En daarmee ga je van de ene kant naar de andere kant hout hakken. Ja. Heel goed. Je gaat naar daar. En, je gaat naar, en elke keer kom je los van je stoel wanneer je handen naar beneden gaan. Je zitvlak is nog altijd op dezelfde plaats. Vooraan. Ja. En je armen die gaan naar beneden. Ja. Goed. Op je eigen tempo, mag sneller of trager dan ik. We zitten voorbij de helft.
hou het vol. Kom aan. Heel goed. Buikspieren werken fantastisch. 3. Dit is de laatste. 2. 1. En rust. Heel goed. Dan ga je terug op je stoel zitten. Op het puntje. En dan gaan we 10 seconden fietsen met de voeten los van de grond. Mag je stoel vasthouden zo. Heel goed. Nog 4. 3. 2. 1. En rust. Heel goed. Hou je klaar. We gaan direct opnieuw herhalen. 3. 2. 1. En we zijn vertrokken. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1 en zet neer. Ga nog één keertje dit doen. Ben je klaar? 3, 2, 1 en we zijn vertrokken. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Heel goed. Je handen zijn achter je hoofd. En dan ga je je rechter elleboog naar je linkerknie brengen. En dan neerzetten. En dan gaat de andere elleboog. Heel goed. Ja, je hoeft niet te raken. Als je niet kan raken, geen probleem. Maar breng ze naar elkaar toe. Het zijn de schuine buikspieren die je hier aanspreekt. Heel goed. Oké. Je doet het supergoed. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Eentje. En dan mag je recht staan. Recht staan. En als laatste oefening gaan we een plank maken. Een plank maken op de stoel. Dus je zet je handen op de stoel. Zorg dat je goed stabiel staat. En dan wandel je met je voeten achteruit. Ja. En dan probeer je je zitvlak niet omhoog te steken. Maar in het verlengde te brengen van de rest van je lichaam. En dit gaan we 15 seconden halen. Als je het niet even lang kan houden dan ik, geen enkel probleem. Ja, maar probeer het zo lang te doen als jij het kan. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Kom rustig rechtop. Wandel rustig dichterbij. Ja. Oké, en dan zijn we terug bij onze eerste oefening. Daarvoor ga je op het puntje van je stoel zitten terug. En dan gaan we de handen kruisen voor de borst. En opnieuw de sit-up doen. Oké. De buikspieren, die voelen het al. Die zijn echt goed aan het werk. Heel goed. Kom aan. Probeer als je kan om de leuning niet te raken of bijna niet te raken. En het terechtkomen, dat doe je net tot het punt dat je voelt dat je buikspieren nog steeds moeten werken. Hup. Heel goed. Kom aan. Nog 3. Nog 2. Eentje. En rust. Dan zijn je voeten weer gestrekt voorwaarts. Handen zijn in de lucht. En dan gaan we terug hout hakken. Ja. Ik kom los van de leuning als mijn handen naar voren gaan. Ja, en ik ga van links naar rechts. Dus ook hier gebruik je je schuine buikspieren. En je bent super goed bezig. Kom aan. Hou het vol. Heel goed, nog 10 seconden. Nog 4. Nog 3. Nog 2 en nog eentje. En dan gaan we terug fietsen. Dus neem je stoel stevig vast. Ga goed op je stoel zitten. En dan gaan we 10 seconden fietsen. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1 en rustig neer. 4, 3, 2, 1 en dan opnieuw 10 seconden heffen en fietsen. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3.
fantastisch bezig. Kom aan, hou het vol. Nog één keertje fietsen. 3, 2, 1. En we zijn vertrokken. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rustig neerplaatsen. Heel goed. Blijf zitten op je stoel. Blijf zeker zitten. En dan gaan we ellebogen achter het hoofd brengen terug. Rechter elleboog naar de linkerknie. Linker elleboog naar rechts. En we zijn bijna helemaal rond. Ja, heel goed. Kom, je doet het super. Hou het vol. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En dus de allerlaatste oefening is planken. Ja. We doen het planken op een stoel. Je mag het eventueel ook op de grond doen. Maar als het niet zo comfortabel, dan maakt het wel iets zwaarder. Dus handen zijn op een stoel. Ja. En dan ga je je zitvlak zo ver mogelijk laten zakken. Ja. Tot waar jij het kan houden. En dan gaan we dit 15 seconden houden. Als je kan. Je mag gerust vroeger stoppen ook. Er zijn nu nog 10 seconden te gaan. En nu nog 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Kom rustig rechtop. Ja. En dan zit het erop. Echt super gedaan vandaag. Die buikspieren die voelen het. En als ze het nu nog niet voelen, dan gaan ze het morgen voelen. Als je nog meer wil doen, als je ook je benen wat wil trainen, klik dan even op de video hier. Geef ook een like, dan weet ik dat jij de video hebt meegedaan. En dan zie ik je in elk geval morgen gewoon terug.